Hele goede dag allemaal. Vandaag ga ik een heerlijke glutenvrije pasta maken met tomaten en courgette en natuurlijk heerlijke kruidjes. Prima. De pasta die ik ga gebruiken is glutenvrij, is ook van Pastedore. 100% mais, 500 gram. Ik ga hele 500 gram doen. Want dan kan ik ook bewaren voor een andere dag. Deze heeft ongeveer 8 tot 9 minuten kooktijd nodig. Verder heb ik hier een hele rode ei, een courgette, halve citroen, doe ongeveer 2 tot 3 tomaatjes. Daarna heb ik ook olijven erbij van Nersa. Heerlijk gevuld met citroen, is lekker voor de frisheid. En daarna heb ik ook gezeefde tomaten. Heerlijk voor de pasta, is natuurlijk onmisbaar. Daarna heb ik koriander, een bosje heb je nodig. En peterselie, ook een bosje. Verder heb ik hier al mijn kruiden staan, klaarstaan. Van curry tot peper, zeezout, bouillon, kokosolie of olijfolie. Verder heb ik ook walnootolie. Kijk maar wat je lekker vindt. Ik heb komijn. En voor de pittigheid gebruik ik ook een heel klein beetje sambal. Prima, ik ga nu lekker alles voorbereiden. Goed, ik heb alles voorbereid voor de heerlijke spaghetti met heerlijke groenten. Ik heb de courgette heb ik in spiraalvorm gesneden. Dat kun je met heel veel spiraalgereedschappen doen. Ik heb deze gereedschap, je hebt de kleine kant, maar je hebt ook de brede kant. Maar als je geen spiraalsnijder hebt, snijd dan de courgette in hele kleine stukjes. Verder heb ik de peterselie en de koriander in kleine stukjes gesneden, zoals je ziet. Ik heb de trostomaatjes heb ik goed gewassen en in stukjes gesneden. De rode ui, de hele, voor een heerlijke pittige smaak, in kleine stukjes gesneden. En heerlijke olijven en gezeefde tomaten. Verder heb ik hier de spaghetti al klaarstaan. De kruiden heb ik ook klaarstaan. En dan ga ik beginnen. Voor de groenten, om deze heel goed te wokken, heb je een wokpan nodig. Als eerste wat ik gebruik is kokosolie. Nogmaals, je mag ook andere koudgeperste oliën gebruiken. Ongeveer 1 à 2 theelepeltjes. Daarna de uitjes. Daarna de trostomaatjes. Daarna de koriander en de peterselie. Daarna de heerlijke courgette. Daarna 1 theelepel volle theelepel zeezout, moet je naar gevoel doen. Vegetarische bouillon, maakt niet uit welke. 1 volle theelepel voor de smaak, een volle theelepel curry, klein beetje peper, maak het niet te pittig. En nu gaan wij wokken. Terwijl ik aan het wokken ben, ga ik komijn erbij doen, ongeveer 2 kleine theelepeltjes voor de smaak. Daarna de citroen, je mag een halve citroen doen of een hele citroen. Kijk maar laat het niet te overheersend worden. Heel klein beetje water, niet te veel. Alleen om de kans te geven dat de groenten lekker gaan bakken. Daarna doe je de gezeefde tomaten erin.
dat was dat. Ons avondeten is klaar. Heerlijke spaghetti met courgette, lekkere trostomaatjes, uitjes en natuurlijk zeeftomaten, olijfjes als garnering en heerlijke kruidjes. En ik heb nog lekkere salade en mais bij gedaan. En dan ga ik lekker eten. Ik ga nu heel even proeven, want ik wil natuurlijk weten of het heel erg lekker is. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb ook een beetje sambal bij gedaan, zoals je ziet. Als je er tegen kan, is het echt heel erg lekker. Ik ben benieuwd. Ja, precies goed. Echt heel, heel erg lekker. Nou, vonden jullie deze video een leuke video? Geef dan een thumbs up. En natuurlijk deel het met zoveel mogelijk vrienden, familie, kennissen. En mochten jullie niet geabonneerd zijn, abonneer dan op mijn kanaal. Be healthy, be happy en eet smakelijk. Ik ga verder eten.